De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., heeft vandaag het boekwerk Zittingsverslag 2015-2020 in ontvangst genomen uit handen van de gewezen voorzitter Jennifer Geerling-Simons. In het verslag is er een overzicht opgenomen van de goedgekeurde wetten, presentielijsten en informatie over parlementaire missies. Geerling-Simons zegt dat tijdens haar voorzitterschap het moeilijk was om terug te vinden wat het parlement voor haar periode heeft gedaan. We hebben dus bij de versterking van de Nationale Assemblée als een van de issues opgenomen dat we de verslaglegging zouden verbeteren. En dat is op verschillende punten gebeurd, nog niet volledig, dus er is nog werk aan de winkel. Maar een van de zaken waar ik me sterk voor maakte en waar het parlement ook in is meegegaan, is dat we toch wel vanaf nu van elke zittingsperiode een overzichtsverslag moeten hebben. En daarmee zijn we begonnen in feite al in 2014, om 2010-2015 te verslaan. Technische en andere vraagstukken hebben gemaakt dat ook dat verslag in de vorige zittingsperiode is klaargemaakt. Ik begreep dat dat nog niet helemaal rond is, maar het eerste verslag dat dus ooit door de Nationale Assemblée wordt gegeven in de zin van een formeel verslag, is dan het verslag dat is klaargemaakt van 2015 naar 2020. En we hebben uiteindelijk dit verslag ook opgenomen in de wet die goedgekeurd is voor de Nationale Assemblée, dat we dit zullen blijven doen om bij elke zittingsperiode een verslag te hebben. Ik ben blij dat de huidige leiding de zaak heeft voortgezet om dat inderdaad aan het eind van de periode de drukker nog niet klaar was en we te maken hadden met een COVID, regeringswisseling, noem maar op. Maar ik ben blij dat het vandaag dus inderdaad een feit is dat we het verslag hebben. B zegt dat dit project zeker zal worden voortgezet. Bij de overdracht aan de eerstvolgende leiding zal er worden geprobeerd ook een zittingsverslag te overhandigen. Natuurlijk, het is een eerste project. En vanwege COVID is het verlaat, maar dat vermindert onze pret niet in deze. Ik heb ingekeken, geweldig, zeer gedetailleerd en geloof me, we gaan het voortzetten aan het eind van onze periode om dit verslag, zo'n verslag, ook te maken en te overhandigen aan de voorzitter na mij. Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée. Hij heeft gisteren ook het verslag Vrije en Geheime Verkiezingen 25 mei 2020 ontvangen van de gewezen voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, Eugène Mercus.